Lucas en ik zit voetbal te doen op Kinect Sports. Ah, vind je leuk dit soort spellen? Ja, het is te gek. Waarom? Nou, gewoon, je kan gewoon lekker bewegen. Gewoon een beetje, het is gewoon een soort sporten. Dus dat is dus wel handig. Ik ben Alessa en ik speel in dit Kinect spel. En als je dan in het echt beweegt, dan doet het poppetje doet je na. En ik doe dat heel vaak, want het is leuker dan buiten spelen. Het heet de Electronic Sport Club. En je moet het eigenlijk een beetje zien, zoals voetballers een voetbalvereniging hebben, krijgen gamers, krijgen nu een e-sportclub. Hoeveel leden heeft deze sportclub al? Op dit moment nog niet zoveel, we zijn net begonnen. We proberen eigenlijk nog een paar kinderziektes eruit te halen. Dus op dit moment echt op één hand te tellen. Vind je het niet leuker om gewoon lekker buiten te sporten, buiten te voetballen? Ja, is niet erg, maar dit is ook wel leuk. Nou, ik wist eerst niet eens dat dit zo was, maar nu ik het weet, kom ik wel vaker. Wil je mee lukken? Dat proberen we eigenlijk verder uit te breiden. En uiteindelijk tot zo groot iets dat het gewoon net zoals voetbal wordt, een traditionele sport. Zelfs een Olympische sport? Ja, waarom niet? Als je bijvoorbeeld in Zuid-Korea kijkt, wordt het eigenlijk alles, is gamen gewoon veel populairder dan bijvoorbeeld voetbal hier zo. Er zitten gewoon 10 miljoen mensen wereldwijd naar te kijken wanneer er een competitie gespeeld wordt. Ja, en ik denk dat we daar naartoe gaan. Dat klinkt fantastisch en ik snap die droom ook wel. En het is hartstikke goed dat zo'n groep zo'n droom heeft. Olympisch is wel erg ver nagedacht, is wel erg ver wegliggend ook. Al is het maar omdat ook het IOC niet zo heel lang geleden besloten heeft om de denksporten, de gemotoriseerde sporten, dus de sporten die niet zoveel te maken hebben met wat u hier om u heen ziet, om dat geen Olympische sporten te maken. Het is wel zo 70% van de Nederlanders die gamen, dat is 9,3 miljoen mensen. Kinderen, als je kijkt naar de cijfers, doen dit gewoon meerdere uren per dag. Ja, en het liefst zien wij ze gewoon bij elkaar. En met deze nieuwe games die je ziet met de Xbox Kinect, Nintendo Wii, PlayStation 3 Move, maar ook de digitale dansmatten. Ja, zie je gewoon zoveel beweging dat wij dat als een spot zien. Het is een hartstikke mooie droom en goed dat ze die hebben.